Ja, we zijn hier vandaag in Duitsland omdat we met een grote delegatie uit Nederland, ook met Kamerleden erbij, naar de Grüne Woche gaan. Dat is een ongelooflijk grote landbouwbeurs die elk jaar plaatsvindt in Berlijn. Maar we vonden het ook mooi om te zien hoe kringlooplandbouw in Duitsland leeft. En daarom zijn we vandaag naar een boerderij gegaan. Daar heeft de boer ons rondgeleid en ook zijn visie op kringlooplandbouw uitgelegd. Hoe reststromen hier ook binnen het bedrijf gebruikt worden. Uiteraard ook voor het land, maar ook bijvoorbeeld om biogas van te maken. En het is mooi om te zien dat kringlooplandbouw niet alleen iets is wat in Nederland werkt, maar dat het hier in Duitsland ook al toegepast wordt. Het is een bedrijf wat natuurlijk veel groter is dan in Nederland. Het is hier aan de voormalig Oost-Duitse kant. Daar waren de bedrijven natuurlijk veel groter. Tegelijkertijd blijven de principes ook alweer hetzelfde. Is het ook goed om te zien dat ook in de diversiteit van bedrijven heel veel principes van kringlooplandbouw, de bodem centraal stellen, reststromen hergebruiken, dat ook op deze manier kan. En het is goed om dan ook van elkaar te leren.